Wow, zijn wij dit? Zijn wij dit gewoon, jongens? Wow! Yo, Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en vandaag gaan we de Wild Area even verder exploren in Pokémon Sword, jongen. Dit ziet er zo vet uit. Kijk dan, je kan daar allemaal naartoe. Je kan overal kijken of er nieuwe Pokémon voor jou zijn. Zij staat hier ook lekker te chillen, lekker in de verte te kijken. Oh, zij zegt, ik ben super sterk en ik heb super veel cash. Waarom wil niemand met me battelen? Durf jij het aan? Ja, is cool. Let's go. Laten we dit doen. Ik wist niet dat we ook konden battelen in de Wild Area, maar prima, let's go. Let's do this. Yo, je hebt ook een Grookey. Serieus? Oké, super vet. Dit is een beetje gek. Oh, level 13. Dat is een klein probleempje, denk ik. Oké, Rookie D. Ik hoop dat dit je gaat lukken, vriend. Let's go, je kan dit. Ik heb vertrouwen in je. Doe maar Peck, die is super effective. Ben je ook sneller? Oeh, nee, Grookey is sneller. Maar hij doet nog een keer Growl. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar nu is mijn aanval wat zwakker geworden. Keer 2 zelfs. Oeh, ja, zie je, dit doet heel weinig damage. Ook al is het super effective. Hij doet Scratch. Ik denk dat mijn Rookie D dit niet gaat overleven strakjes. Peck hem. Oh, nog een keer Scratchy. Ja, nee, dit gaat mijn Rookie D echt niet leuk vinden. Arme Rookie D. Kom op, vechten tot het bittere eind, vriend. Oh, nog een Scratch. Hou eens op. Ik heb nog maar 2 AP over. Kan ik natuurlijk wel even een potion gebruiken. Of een Fresh Water. Dat is zelfs 30 HP erbij. Dat kan ik proberen. Ik wil natuurlijk niet dat mijn Pokémon down gaan, hè. Dat vind ik zielig. Kom op, Rookie D, blijf lekker scratchen. Oh, nu doet hij Branch Poke. Auw. Is not very effective, maar is wel iets sterker die aanval. Misschien redden we dit nog wel. Als we nu niet down gaan, hè. Als we nu niet down gaan door zijn Branch Poke. Nee, arme Rookie D. Je hebt zo je best gedaan. Oké, Blipbug. Deze is voor jou, vriend. Pak hem. Overleef de Scratch. Ja, goed zo. En nu Strugglebug. En sloop hem, hè. Sloop hem. Ja, lekker gedaan, Blippi. Doe je goed, jongen. We gaan allemaal level omhoog, behalve Rookie D, want die is dood. En Nickit. Helaas, Nickit ook niet. Oh, nu tegen een Scorbunny. Ja, daar hebben we denk ik Tootle dan voor. Maar die Scorbunny, die zou wel eens echt mijn team kunnen destroyen gewoon. Als die ook level 13 is. Waarom heeft hij een Scorbunny? Waarom heb je al deze toffe Pokémon. Oké, Ember is not very effective. Heel goed. Kom op, Tootle. Sloop hem. Ah, dit gaat al de goede kant op. Oh, Quick Attack. Auw. Pak hem. Ja, misschien hoeven wij hem nu nog maar 1 keer te raken. En misschien zouden we dit gewoon kunnen winnen, jongens, met Tootle. Kom op. Lekker. Waterpistool. Op Scorbunny's bakkes. Nice. Lekker, Tootle. GG. Goed gedaan. Oh, maar Rookie die krijgt helemaal van geen XP nu. Oké, en een Sobble. Ah, Sobble kunnen we hebben. Want we hebben natuurlijk een basic Grookey. My Grookey is better than yours, I can teach you. But I have to charge. Let's go, Grookey. Pak hem. Razor Leaf. Op zijn bakkes. Hoppa, bijna in 1 keer. Sobbeltje doet een pound, dat is op zich wel slim. Dat is echt niet goed genoeg, Matty. Helaas, helaas. Super effective. En daar gaat hij, Sobble. Nice. Oh, maar al die Pokémon zijn allemaal 2 of 3 levels omhoog gegaan volgens mij, jongen. Alleen Rookie die niet. Maar ja, die was al level 10. Nu is Grookey level 13 en de rest is allemaal level 10. En we hebben Chloe verslagen. 2600 Pokémonies. Hey, Blip-blip-blip-blip-blip-bak gaat evolueren. Nice. Lekker, man. Mijn wormpie gaat evolueren. Hoppakeetje. Huh? Oké, je zit nu in de coconfase. Ik ben benieuwd wat je hierna gaat worden. Want dit is duidelijk de coconfase van een insecten-Pokémon. Hij is wel nice. Dottler. Oeh, en die is Bug en Psychic. Volgens mij was Blipbug geen Bug en Psychic, maar alleen Bug. Weet ik niet 100% zeker, maar ik vind het nice. Hij leert gelijk allemaal nieuwe shit. Confusion. Hoppa, die wil je hebben. En ze zegt, jij bent ook verschrikkelijk sterk. Ik zal je iets leren. Er zijn super veel items die mensen hebben laten vallen in de Wild Area. Pak ze op en verkoop ze. Dan word je ook stinkend rijk, net als ik. Oké. Bedankt voor de tip. Ik hoor weer allemaal combi's daar zo. Wow, rustig. Wow, nee. Ik ga jou niet battelen. Jij bent volgens mij echt nog veel te sterk. Ik ben benieuwd of ik hier Pokémon ga tegenkomen die ik mag vangen. Want ik mag dus alleen Galar Pokémon vangen. Deze Metapod mag ik ook niet. No, rip. Ah, oh, Stuffle. Nee, die mag ik ook niet vangen. En een Oddish. Oh, en dit zijn Cheerims volgens mij. Oh nee, dit zijn Bounsweets natuurlijk. Oh, en die Evolve en Steenies. Oh, die zijn super cool. Helaas voor mij van een andere generatie. En een Wingull. Wow. Hier zijn zoveel Pokémon die ik zou kunnen vangen. Ik mag ze allemaal niet vangen, jongens. Dit is balen. Helaas. Maar uiteindelijk moeten we dus naar Modo's Toad Village. En dat is daar zo als we de trap op gaan. En de vraag van de dag is wat jullie van de Wild Area vinden. Ik ben super benieuwd
of jullie dit tof vinden. Deze Natu mogen wij ook niet vangen helaas. Dus ik ga deze battle niet doen. Ik ga wel even hier mijn hengeltje uitwerpen. Ik ben namelijk super benieuwd of wij een Galar Pokémon tegen gaan komen hier als we onze hengel uitwerpen. Nee hoor, het is een Magikarp. Good old Magikarp. Er staat letterlijk in de Pokédex dat Magikarp de meest nutteloze Pokémon ooit is. Kijk hem splashen dan. Maar ja, je moet niet fokken met Magikarp, want uiteindelijk wordt het echt een uberbaas natuurlijk. Er gebeurt weer niks. Wij razorleaven hem even. En dan is het wel klaar met Magikarp. Oh, Grookey gaat er serieus een level van omhoog. Het was natuurlijk wel een level 13 Magikarp, dat wel. Oké, guys. We gaan naar Motorstoot Village, maar niet voordat we informatie over de Watts hebben gekregen. Daar kunnen we items mee kopen in de Wild Area. Oh, dat zal vast bij deze gasten zijn dan. Eens even kijken, wat heb jij dan? Oh, oké, okay, we kunnen er TM's mee kopen. Of TR's kunnen we er mee kopen. En Quickballs. Zullen we een paar Quickballs kopen? Waarom ook niet, joh? Kom maar op met die Quickballs. En bij jou, wat kunnen we bij jou kopen? Oh, we kunnen bij jou gewoon dingen over kamperen vragen. Nou, ik vind het gescheten. Ik ga hier een andere keer terug naartoe. Oh, wow, we kunnen onze Watts weer terughalen daar. Maar op dit moment zijn deze Pokémon allemaal te high level. Of kunnen we ze sowieso niet vangen. Omdat het geen Galar Pokémon zijn. En natuurlijk krijgen we hier geen Watts voor. Want we waren daar al geweest. Laten we maar gewoon naar Motorstoot Village gaan. Go, go, go. De trap op. Oeh, ik hoorde het klokkentoren al. Wow, dit is vet. Kijk dit dan. Hier wil je toch zijn. Oh, check die Onix. Vet. Een tand. Wat is dit allemaal, jongen? Wat is het? Moeten we daar naar boven? Het is een platform, hè? Moeten we daar sowieso naar boven? Dit is een stukje uit de trailer. Hier liep die Scorbunny rond in de trailer. En dat zal wel een gym zijn, denk ik. Ja, laten we eerst maar even naar het Pokémon Center gaan. Oh, daar staat Sonja ook weer. Hallo Sonja, die zegt dat heb je goed gedaan. Zo snel door de Wild Area heen. Hier in het Pokémon Center is iets waar je heel erg enthousiast van wordt. Oké. Okay. Dit is de Rotomi. Het is een Rotom informatieservice. Het is een handige machine voor trainers. Je kan hier zelfs je leak card maken. Een leak card. Oké. Okay. Nou, top. Nou, laten we die leak card maar maken dan. De openingsceremonie, zegt Sonja. Ik word super enthousiast van als ik eraan denk. Want dan sta je voor het eerste keer in een stadion op het veld. Ah, ik heb er zin in. Oké, laten we even een kaartje maken. Use card maker. Even een achtergrondje. Oh, oké. Nee, dat is wel heel erg fanboy. Ik ga gewoon voor geel. Een effect kunnen we eraan geven. Wow, fancy. Ah, dit vind ik ook wel nice. Dit voel ik ook wel. Oeh, die is ook vet. Een framepie. Rood, blauw of zwart. Doe maar zwart. Oh, we kunnen ook inzoomen en zo. Oké. En dan kunnen we dit een beetje naar beneden zo. We kunnen ook nog draaien. We kunnen onze expressie wijzigen. Of super sad. Ik doe deze. Ik kijk vaker zo. Op mijn thumbnails. Ja, toch? We kunnen ook nog de pose veranderen. Oké, let's dab. Let's dab, soort van. Nee, laten we dit maar gewoon niet doen. Maar dan wil ik wel even wat stoerder kijken, jongens. Want anders gaat het nergens over. Ja, kijk, dit is wel een oké blik. Oké. Laten we deze pose doen. Ja, dit is hem, jongens. We doen matte coating. Hoppakee. Even mijn Pokémon healen, want volgens mij was mijn rookie die nog steeds kapot. Op naar het stadion, jong. Oh, daar is Sonja weer. Ah, Sonja vraagt van, weet je nog steeds wat je doet is in je motorstook? Ja, ik kom voor de gym challenge. Let's go. Zit me niet langer op te houden, Sonja. Laat me gewoon gaan. Ik moet naar dat stadion daarachter. Ja, daar naartoe. Go. Daarachter zit een lift. Daar moeten we in. Oké. Gaan. Gaan met die banaan, jongens. Oh, jongens. Oh. Schiet op. Ik wil daar naartoe. Oeh, een Growlithe. Wat vet. Hallo meneer. Welkom in het Battle Café. Je kan hier maar één keer per dag battelen en dan krijg je iets. Ah, oké. Dat is cool. Laten we battelen. Ik ben wel down voor deze battle. Hij gooit er even een combi uit. En ik doe het natuurlijk weer met mijn Grookey. Ik denk alleen niet dat dit helemaal een goede matchup is. Dus even kijken. Razorleaf. Nee, kijk, dit gaat... Nee, dit is helemaal niet handig. Hij doet Strugglebug. Dat doet toch wel een klein beetje pijn eigenlijk. Kom op, pak hem. Scratch hem. Oeh, ik denk dat ik die niet ga redden. Alhoewel, ja, ik moet dit wel redden. Kom op, ik kan dit, Grookey. Scratch hem nog een keer en daarna nog een keer en dan heb je gewonnen. Hij doet nog een keer Strugglebug, maar ik kan dit overleven. Kijk, top. Scratch die bij. Hoppa. Doei. Kijk, hoppakee. Dan hebben we Dwight verslagen. En dan krijgen we dus, als het goed is, even een lekker itempie of zo. Wat krijgen we van je? Strawberry Sweet. Wat is dat? When Milk to Rehold zit, it will spin around happily. Oké. Dus dit voor nieuwe Pokémon trouwens. Die ken ik ook niet. Dat is een beetje dubieus. Ik ga even nieuwe kleding kopen, denk ik. Ik wil even een pet of zo, man. Eens even kijken. Ze hebben hier één pet. Oh, die past eigenlijk wel. Ja, die is wel matchend. Oké. En ik wil eigenlijk ook een nieuwe tas, want mijn tas ziet er ook niet uit. Oh, deze is best wel goedkoop. Oh, dat vind ik eigenlijk nog de tofste ook. Laten we het doen. Kan ik ook nog mooie schoenen kopen? Nee, niet echt. Ik vind dit wel een aardig leuk outfitje. Helemaal goed. Alrighty then. Wat sta jij hier nog te doen? Hier, let me give you these high-tech earbuds. Oké. Nou, bedankt. Wat moet ik met oortjes? Hiermee kan je de volume controleren van verschillende geluiden. Oké, top. Weet niet of ik daar ooit gebruik van ga maken, maar helemaal goed. Laten we hier naar boven gaan, jongens. Oh, wat?
What's happening? Oh, dat is Charizard! En Leon! Hij zegt, ik zou nooit de weg vinden zonder jou, Charizard. Rick, oké, hoe gaat het met je? En hij zegt, het ziet er nu al naar uit dat de aanbeveling die ik je heb gegeven, dat het terecht is. En misschien heb je hier ook wel wat aan. Een Miracle Seed. Oeh, dat is nice. Dat maakt namelijk Grass-type moves sterker. En we hebben natuurlijk een Grookey, dus die kunnen we even aan Grookey geven. Miracle Seed! Geef het aan Grookey! En laten we even naar boven gaan, jongens. Hoppakee, zo, dat is soepel. Wat is dit trouwens voor weird-ass gast? Je hebt de tijd genomen om met een pokeball te praten, dus je verdient wel een beloning. Een pokeball, nou dankjewel vriend. Voor als je dit afvroeg, ik ben niet zomaar een oude pokeball. Ik ben de ball guy. Het ballenjoch. Nou, Opti is weer nerveus en excited. En nee, je wil niet battelen? Ik dacht, misschien wil die wel gewoon nog een keer battelen, joh. Kijk, we gaan weer even hier naartoe. Altijd om de hoekjes kijken, jongens. Er liggen heel vaak gewoon items die je kan hebben. Zoals burn heals. 3 burn heals. Nice. Ligt er aan de andere kant dan. Ook nog wat. Ja, er glimt wel wat hier. Wat is dit? Een repel. Daarmee voorkom je dat Pokémon in het wild naar je toe komen rennen. Oh, en dan gaan we straks de openingsceremonie bijwonen. Dat is super tof. Op zich, kijk eens rond. Hier zijn allemaal mensen die de gyms willen uitdagen. Dit zijn allemaal rivalen voor ons. Laten we ons inschrijven. Even naar de balie. Hallo? Wat? Wie is dat? Anyway, we gaan ons inschrijven. Let's go, Rickachu! Wauw, dit is de eerste keer dat er iemand is aanbevolen door de kampioen. En zelfs 2 tegelijk. Wat? Hoppakee, we zijn ingeschreven. Nu kunnen we een nummer uitkiezen. En die staat op de achterkant van je uniform. En ik ga voor 4. Want op een of andere manier is 4 mijn geluksgetal. En ik was vroeger nummer 4 met voetbal. Dus dan zijn we toch nog een beetje voetballer. Alright, we moeten even naar het hotel. Want de ceremonie, die is morgen pas. Wat is dit trouwens voor toffe Pokémon? Die is super tof. Ik wil die man. Mag ik jouw Pokémon? Vast niet, helaas. Wat sta jij hier trouwens te doen? Ik was aanbevolen door de chairman zelf. In andere woorden, tussen al deze elite ben ik de meest elite van allemaal. Ga weg en praat niet meer met me. Bruh, waarom zo arrogant? Doe eens normaal, joh. Het is crimineel van jou dat je iemand zoals ik lastigvalt. Iemand zo belangrijk als ik. Wat? Doe eens normaal, jouw arrogante billenbob. Jongen, 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 jongen. Jij moet uitdager Rickachu zijn. De Budel drop-in is deze kant op. Wil je hem alsjeblieft volgen? Ga ik doen, vriend. Geen probleem. We moeten namelijk overnachten in de Budel drop-in. En dat is deze kant op. Oké, let's go. Laten we even lekker een nachtje gaan slapen. En dan kunnen we er morgen weer lekker fris en fruitig tegenaan. Yo, Sonja. Ben je er ook weer? We hebben ons geregistreerd. Wat doet Sonja in dit hotel? Die doet onderzoek naar de mysterieuze Pokémon die we in het Slumbering Wild tegen zijn gekomen. En ze gaat onderzoek doen naar de Galar legendes. Wil je me joinen? Ja hoor, tuurlijk. Leg het maar even uit. We hebben toch nog niet genoeg gepraat in deze aflevering. Man. Dit is wel echt heel veel gepraat. Wat is dit? Dit is een beeld van de hero, de held, die ooit de Galar-regio gered heeft. Oké. Er was een grote zwarte storm. Dat noemen de mensen de donkerste dag. En het land werd aangevallen door gigantische Pokémon, maar die zijn allemaal verslagen door deze jonge held. En die had een zwaard en een schild. Oh, deze muziek. Oh, dat is vet. Dit beeld is de jonge held van de legende. Sonja zegt, jullie blijven hier in dit hotel. We moeten jullie niet even inchecken. Ja, laten we even inchecken. Let's go, Hoppy. We gaan even inchecken. Oh, wacht even. Wat is hier gaande? Team Yell komt hier helpen. Ze willen met me battlen als we ze stoppen. Wow, oké, we gaan gelijk keihard erin. Kijk deze gasten. Had je niet even een grote truitje kunnen kopen, Gogum? Oké, laten we dit doen. Team Yell draait alleen maar om helpen. 1 speciale trainer helpen om de gym challenge te winnen. En nu ga je ons helpen. Oké, let's go. Wat, ook echt met zijn toeter en alles. Hij gooit er even een Zigzagoon uit. Die Zigzagoon die wilde ik hebben, man. Die is vet. Oh, die muziek, jongen. Keiharde gitaren en shit. Wat? Lekker man. Lekker muziekje hoor. Kijk een blaas op zijn toeter joh. Wat een gek. Onze eerste kennismaking met Team Yell, jongens. Zigzagoon is al down. Dat ging vrij makkelijk. Heb je misschien nog een Pokémon? Rookie die en Nikit gaan een leveltje omhoog. Oh, dat was hem al. Ja, echt nice. Hij vindt zichzelf ook zielig. Arme man. Oh, geef me even wat rust, Team Yell. Pak even wat revenge voor mij. Oh, de volgende? Oh, die wordt ook even keihard aangemoedigd. Ze sporten wel echt heel goed. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Gaat hij weer met zijn quickie attackie? Kom ik even met mijn Razorleafy. Oh, 1-hit KO op Nikit. Is Nikit niet zo'n goede Pokémon? Jongens. Nikit leek me wel leuk, maar dit ging wel heel erg makkelijk. Kom me niet concentreren, zegt ze. Wauw. Nou, er zijn er nog 2 over. Gaan we een duo battle doen? 2 tegen 2. Oké, let's go. Eerste 2 tegen 2 battle. Kijk, ze blazen op die toeters, jongen. En dat gewoon in een hotel, hè. Wat een gekke, joh. Dus rustig, man. Oh, en nu tegen Zigzagoon en Nikit. Oké. Wooloo en Grookey samen. Dat is toch baas? Lekker, man. Grookey, Razorleaf.
Wooloo-tackle! Ja, daar gaat Nickit alweer. Hè? Ja, het einde van Nickit. Toddler gaat naar level 11. Zigzagoon doet een snarl. Ja, dit gaat wel goed komen. Ik ben wel benieuwd of die Zigzagoon een beetje goede evoluties krijgt. Want die ziet er wel echt heel vet uit. Ik vind hem toffer dan de originele Zigzagoon. Maar ook die is alweer down. Yamper en Tuton een leveltje omhoog. En dan is het gewoon alweer klaar. Sorry, spijt me. Nou, niet echt. Ze moeten gewoon niet zo bij de hand doen. Oh, ze moeten huilen? Niet huilen. Rustig gaan. Dit chickie hebben we net ook ontmoet. Die zegt, wat doen jullie hier? Oh, jullie zijn fan van Marnie. Kijk, ze staat ook op jullie posters. Oh. Marnie zegt, ik vind het wel leuk dat je me aanmoedigt, maar je moet wel een beetje rustig aan doen. Marnie is cool. Ze verschuldigt zich ook. Ze zegt, dit is Team Yell. Ze volgen me overal en ze juichen voor me. Maar soms kunnen ze een beetje overdrijven. Marnie, je hebt wel echt een hele toffe Pokémon bij je, man. Ze willen alleen maar wat support gooien. En sorry als ze jullie problemen hebben bezorgd. Het is super tof dat je inderdaad gewoon fans hebt, Marnie. Dat is awesome. Oké, laten we even inchecken in het hotel. Kamertje voor me geboekt. Kunnen we eindelijk even lekker slapen. De volgende morgen. En Hop is er alweer helemaal klaar voor. Die staan aan het oefenen hoe die een Pokéball moet gooien. Zag je? Hij zegt, nu gaat mijn legende echt beginnen. Kijk maar uit, Rickachu. Die gast, jongen. Die is echt super hyper. Hé, dit had mijn tweelingbroer kunnen zijn. Alleen met de andere kleur pet. Laten we naar de openingsceremonie gaan. Ik ben super benieuwd wat dit gaat worden, jongens. De officiële openingsceremonie. Uitdagen Rickachu was het niet. Alle gym challenges moeten uniformen aan. Dus ze moeten ons even omkleden. Oké. Hoppa, daar zijn we in een nieuwe outfit. Met de vier op mijn broekie en mijn rug. Kijk, dit doet me goed. Ik voel me nu weer net een voetballer, jongens. Goeie oude tijd. Oké, daar gaan we. De openingsceremonie. Wat vet. Oh, een Pikachu daar op de tribune. Heel tof. Kijk hem. Oh, deze man zagen we in het begin ook. Dat is denk ik de chairman. Ladies and gentlemen. Dames en heertjes, ik ben Roos. De chairman van de Pokémon League. Iedereen heeft zich hier verzameld. Voor dit grote, grote moment. Ja, oké. Lekker. We gaan zien wat dit gaat doen, jongens. Oeh, een Sobble op de tribune. En Munchlax. De gym challenge. Uitdagers moeten de 8 gymleaders gaan verslaan. En de gym badges krijgen om te laten zien dat ze professionele trainers zijn. En degene die het best is, die mag de kampioen uitdagen. Nice. Alle gymleaders laten zichzelf nu zien. Nou, let's go. We gaan eens even kijken wat voor gymleaders we in deze game hebben, jongens. Kom maar op. Oeh, daar zijn ze. Daar zijn ze met z'n allen. Oké, dit zijn wel een stelletje bazen bij elkaar. Want ik vond er eentje heel raar. De fighting farmer, de grastype expert Milo. Zij is cool. Watertype Nessa. Super vet. Ja, ik vind haar tof. De brandende man van vuur. Kaboe. Oké. Oké, die zag er serieus uit. De karate prodigy. Zij doet fighting types. B. Ja, dit is dus een hele rare. Opal? Fairy type? What? Man, een hardrock crusher. Gordy. En hier hebben we Raihan, de top gymleader. Oh, en dat is gewoon de Tamer of Dragons. Dit is de mannelijke Khaleesi, jongens. Dit zijn de gymleaders in de Galar-regio. Maar het zijn er maar 7. We missen er 1. Wow. Zijn wij dit? Zijn wij dit gewoon, jongens? Ja, dit zijn wij. We mogen ook het stadion in. Wow. Oh, dit is wel vet. Stel je voor, hè, dat je gewoon hier staat. Als Pokémon-uitdager. Met supergrote dromen dat je de Pokémon kampioen gaat worden. Dat was heel vet. Ja, Hop vond het ook tof. Oeh, Leon. En de chairman. Hallo. Hij is wel echt slick hoor, deze gast. Hij is blij om ons te ontmoeten. En hij verbaast zich dat we allebei al een Dynamax band hebben. We zijn hier geleid door de Wishing Stars. Trouwens, het was mijn bedrijf dat de Dynamax bands heeft uitgevonden. Oh, oké. Heeft Magnolia voor jou gewerkt dan misschien? Dat zij ook weet hoe ze Dynamax band moet maken. De Gym Challenge is een perfecte mogelijkheid om je Dynamax Pokémon te laten zien. Maar hij moet er alweer vandoor. Is goed, man. Het was leuk kennis met je te maken, Rose. Ik zie jou later. We moeten naar de eerste gym en dat is een Turfield. We moeten naar route 3 en dan kunnen we naar de allereerste gym. En we gaan kijken of dat lukt in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze serie tof vindt. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo en Pokémon. En wil je mijn live zien gamen? Volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!